Zak naar beneden. Duw je kont in de lucht. Naar beneden. Duw je kont in de lucht. Naar beneden. Duw je kont in de lucht. En lachen, die gasten zijn aan het filmen. Het is hier leuk. Kom op, naar beneden. En omhoog. We hebben hier een 10 weken lange bootcamp achter de rug, waarbij we supporters op een inspirerende, maar ook op een laagdrempelige manier samen laten sporten in groep. En op die manier ook nog sweat, nog glory laten vertalen in het echt. We starten naar achteraan. 3, 2, iedereen een plank. Go, hup. Goed, go, go, go. Ik denk dat de bootcamp zelf dat iets is dat de mensen samenbrengt. Enerzijds met sport, maar anderzijds ook de lokale mensen. En in zo'n omgeving als Club Brugge supporter zelf is het natuurlijk altijd een plezier om hier te staan, zo dicht bij het veld, het kampioenenveld. Dus ja, voilà. Ja, dan kon je wel heel het stadion verkennen en zo. En ook waar dat de spelers hun interviews doen, dat vond ik wel heel leuk. Nog 20, we zijn nu binnen. Kom op, keep going, blijven werken! Je kan alles hier herkennen en verkennen, ook op het veld. Dus dat is echt superleuk. En relax. Nice, goed. Het is natuurlijk een heel divers publiek. Maar wij horen bij de ouderen, maar toch doen we mee. En ja, we hebben ook al mensen leren kennen en zo. De eerste sessies was wel aftasten. Dan denk ik dat de jongste deelnemer 7 is en de oudste 73. Dus het was voor ons wel een uitdaging, maar ik denk dat het einde van de rit wel echt goed gelukt is. Alright, goed, want we zijn dynamischer, maat. We hebben hier vandaag een tiental vrijwilligers die samen met ons de buurtbewoners en de fans opleiden om te leren sporten. 10, 9, 8, 7. Ja, de max, om hier elke woensdagavond te kunnen zijn samen met de mensen die we ondertussen wel al persoonlijk kennen ook. Dat is, na 10 weken, dat vormt een band, dat schept een band. Dus zeer leuk, zeer leuk. Ik had niks van conditie niet meer, dus dat ze elke week afzien. Maar ik ben altijd blij dat we gedaan hebben, dat we gepresteerd hebben. En dat we content zijn om hier volle houden hebben. Teen naar buiten, zak door je been, hiel op de grond. Go, zak. Ja, het was eigenlijk echt wel superleuk. Zeker omdat je ziet dat we wat we proberen is eigenlijk een opbouw te voorzien over heel de tijd. En dat je ziet dat heel veel gasten echt wel superveel progressie gemaakt. En dat is echt tof om te zien. Ik ga mee gaan lopen sowieso. Ik heb mijn motivatie teruggevonden voor te gaan lopen. Ik ga weer naar de fitness zo vaak mogelijk. Voetballen, om zo gewoon fit te blijven. 14 dagen voordien dat ik hier begon, ben ik zo een beetje rond huis ben lopen, een klein toertje blokken zo een beetje opbouwen. Maar sindsdien is toch wel veel verbeterd mijn conditie. Rechts, hup. Rechts, hup. Door de unieke omgeving hier, dat vond ik dat wel tof, dat hier te kunnen doen. Ik denk dat zij een heel goede job doen om de mensen hier samen te brengen en om te laten zien dat Club Brugge meer is dan alleen maar voetbal. 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Super, super, super goed gewerkt, gasten. Dankjewel. Merci voor jullie inzet van de laatste 10 weken. Ja. En nu houdt wat drinken, hè? Ja. Let's go.